ben ik weer. Vandaag weer een nieuwe AliExpress shoplog. Vandaag heb ik super leuke dingen. Ik ga ze even aandoen en dan kan jij zien hoe het staat. Nummer 1. Dat is deze paillettenjurk. Deze paillettenjurk is super leuk. Hij valt heel erg op. Maar deze jurk, toen ik hem kocht, was hij klein. Dat wist ik al. Maar wat ik zeg maar in gedachten had is, ik wilde deze jurk korter laten maken. En ik heb dus mijn klerenmaker gevraagd of hij zeg maar de stof aan de zijkant wil zetten, zodat ik hem zeg maar wel aanpaste. Dus wat ik je aanraad met deze jurk is, laat je opmeten bij de klerenmaker of thuis. En vergelijk dan de maat zeg maar van jou met de maattabel van de verkoper. Dat is een hele goede tip, anders bestel je deze jurk. En dan past die niet, want ik heb deze maand wel in de L gekocht, maar die viel super klein. Ik denk dat ik zeker wel 3 keer XL of 2 keer XL nodig had. Maar die was er niet, dus ik dacht, nou, we gaan lekker creatief doen en vandaar deze keuze. Twee. Het is deze stripless top. Deze heb ik ook gekocht in een maat L. Ik wist dat hij te klein zou zijn. Maar omdat ik hem super mooi vond. Dat heb ik gewoon heel vaak bij AliExpress spullen. Als ik een super leuke item zie die ik echt leuk vind. Dan, en ik weet dat hij te klein is. Dan bestel ik hem gewoon. En dan laat ik hem groter maken bij de klerenmaker. Dus dat kan je dus ook zien aan de zijkant. Ik ga hem even afdoen van de hanger. Hier aan de zijkant heb ik een stofje laten zeg maar zetten, zodat ik hem aankom. Hij is super leuk en chic. Wat ik ook aanraad bij deze top is, laat je opmeten en vergelijk de maat bij de maattabel van de verkoper. De maattabel, elke verkoper heeft altijd een maattabel. En daar staat zeg maar centimeter, staat alles in centimeter. En dat kun je dus dan vergelijken met je eigen maat en kijken of dit wel bij je past. En anders doe je zo creatief als mij. Laat je lekker een stofje erbij zetten. Naar item nummer 3. Dat is deze super leuke bruinachtig oranje jurk. Ik ga hem even van de hanger afhalen. Deze jurk is super leuk. En deze materiaal, dat geeft je een extra boost. Dus het gaat echt met je lichaam mee. Ik ben er echt blij mee. Item nummer 4. Dat is deze zwarte rok, denk ik. Kijken, hoe ik hem vast moet maken. Ja. Als je deze rok zo ziet, dan denk je, nou, wat voor rok is dit? Nou, deze rok zelf lijkt een beetje op een schort. Nummer 5. Dat is deze zwarte kooltrui. Deze zwarte kooltrui heeft zeg maar pofmouwen. Dat is echt leuk. Hij is simpel. En deze kan je wel altijd goed gebruiken bij je collectie. Nu naar item nummer 6. Dat is deze zomerachtige broek. Die heb ik besteld. Deze broek, ik dacht eerst dat hij een beetje pantalonachtig was. Want ik wilde deze broek eigenlijk aan doen met deze top, die stripless top. Maar hij is toch wel een beetje zomerachtig. Dus ik dacht, nou, deze kan ik gewoon goed gebruiken voor de zomer. Dan gaan we nu naar item nummer 7. Dat is deze super leuke toolpie set. Ik ben dol op toolpie sets, want ze zijn gewoon lekker makkelijk. Je kan hem gewoon leuk en classy aandoen of casual. Dus deze twee ga ik nu even aandoen. Dit is item nummer 8. Dat is deze super leuke stoere pet. Als je een grote hoofd hebt, dan raad ik deze pet af. Ik vond deze pet echt stoer. Het was anders. Ik dacht, nou, ik wil geen simpele zwarte pet. Ik wil gewoon iets stoers. En ik kom op deze pet. Dit was mijn video. Super leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet niet te liken en subscriben. En te volgen op social media. Mijn Facebookpagina, mijn Twitter.